Alsjeblieft, mevrouw Demir. Dankjewel. Het allereerste themagazine met u op de cover. Wat vindt u ervan? Ja. Zeer mooi, geslaagd ook. Mooie foto. Mooie vrouw ook? Mooie vrouw, maar mijn vrouw is nog mooier. Ik vind de cover bijzonder geslaagd. Ik zie wel dat het niet uit de beulen is, maar inderdaad, zoals Demir, want dat staat daar, dat zie ik. Mooie cover met een goede collega. Ja, dat is fijn. Hè. Ze zal het zelf wel fijn vinden. Want ons zo zeggen, P-magazine zal het ook wel fijn gevonden hebben. Hè. Het zal wel doen verkopen, zeker. Ja, ik blijf verbaasd van hoe toch af en toe een zeldzame combinatie van intellectuele schoonheid en echte schoonheid tot stand kan komen. Prachtig, echt waar. Leuk, maar wel confronterend, vind ik, als je dat zo ziet. Want ja, natuurlijk, ik ben geen model. Mm-hmm. Dat weet iedereen ook. Maar anderzijds vind ik ook, wij vrouwen verzorgen ons ook graag. Het is niet omdat je in de politiek zit dat je geen vrouw mocht zijn. Zijn er nog andere politica, misschien van uw partij, waarvan u denkt, die zou ik wel graag eens op de cover van P-magazine zien? Ah, salut. Ja, dat is P-magazine dat erover beslist, hè, maar ik vind dat vrouwelijk schoon mag getoond worden. Maar ik hoop dat ook af en toe ruimte het voor mannelijk schoon. Ik ga er eens met mijn hoofdredacteur over onderhandelen, maar moeilijk zijn, ik vrees ervoor. Ah, maar dat is individuele verantwoordelijkheid van die parlementsleden. Ik laat hen daar vrij. Ze mogen dat, maar ze moeten dat niet. We hebben heel veel mooie dames in de fractie zelf, in de N-VA-fractie. Maar ook natuurlijk met dossierkennis, bijvoorbeeld Valerie van Peel, Renate Hufkens. Bij de PS heb je Özlem Özden, ook een hele mooie madame. Nele Lijnen ook bij de VLD. Hoopt u dat mevrouw Zuhal zo straks in het halfrond zit? Wel, ze moet zitten op het halfrond zoals ze mensen moeten zitten. Ik ben wat dat betreft, voor één keer ben ik eens voor één punt liberaal. Ik zie er eigenlijk wel naar uit en dat geeft mij een idee voor de volgende fractievergadering. Ik vind dat ze dat heel goed gedaan hebben. Dus ik hoop dat mijn collega's hier in het parlement ook content zijn. En uiteraard ook de lezers van de P, want dit is natuurlijk wel iets anders. Hè. Mm-hmm. Oké, goed, dankjewel.